Ik ben dik tevreden met de opkomst, zegt Brian Boerleider van het Burgercollectief. Ik vind de opkomst hoopgevend, zegt Curtis Hofwijks van We Zijn Moe en een van de initiatiefnemers van het Burgercollectief. Vandaag hebben onder meer deze genoemde organisaties een manifestatie op het Onafhankelijkheidsplein gehouden om te protesteren tegen het beleid van de regering. De organisaties eisen verder dat de president opstapt. Volgens Boerleider waren er ruim 1000 protesterenden op het plein. Hofwijks was blij dat de Surinamers hun tijd hebben genomen om gehoor te geven aan de oproep van de organisatie om op te komen voor hun rechten en te eisen dat de regering het mandaat teruggeeft aan het volk. Suriname is een rijk land en als we kijken naar de natuurlijke hulpbronnen en het aantal inwoners, mogen we het nooit zo slecht hebben. We moeten bewust kritischer worden als burger, zegt Hofwijks. En we moeten bewust kritischer worden als burgers. We moeten dit niet accepteren. Niet van deze regering, niet van komende regeringen. We moeten kritischer worden en eisen dat men hun werk doet. Dat ze verantwoording afleggen aan het volk. Dat de middelen die het volk opbrengt, goed besteed worden en niet in hun zakken verdwijnen. Ze zitten niet daar voor hun familie of hun vrienden of voor zichzelf. Ze zitten daar om te werken voor de gemeenschap. En dat is wat wij als volk moeten eisen, niets minder. Als het niet goed gaat, met deze mannen moeten we het zeggen. En als er een volgende regering komt die hetzelfde denkt te doen, moeten we het ook zeggen. Ja, we voeren partijpolitiek. We met een kindje komt. En hoe weet je dat? Alla fasi, je hebt alles maar van nodig. Ook de oorlog, maar ze zijn dikbaar. Met weg met bouten de wang. Want waarschuwing is deze man, ze zijn controlees. Dat is een man, man is een poer. We zoeken poer, man, we zoeken klaar in alle oorlog, leen, alle oorlog, bedrog, alle vervoer, corruptie. Dat is het, is eigenlijk symbolisch. Hoorde Curtis Hofwijks en Brian Boerleider. Tijdens de protestmanifestatie waren demonstranten vrij om hun zegje te doen. We vroegen ook aan enkele protesterenden wat hun reden tot actievoeren is. Waar heeft hij gewerkt? Ik heb bij Kersen gewerkt. Het is verdampt. En ja, OV stelt ook niks voor. Alles wordt duur. En het leven wordt alleen maar moeilijker. En we zien dat degenen die momenteel aan het bewind zijn, alleen maar rotzooi zijn. Ze weten niet waar ze over praten. Men praat over koers naar beneden, terwijl men niet eens praat over koersstabilisatie. Waar gaat uw bezorgdheid over? Naar mijn kinderen en kleinkinderen. Want ik heb een deel al gehad. We zitten in gevaarlijke vaarwater. En we moeten het getij gaan keren. Eén, ik als ding zeg, bidden. Eén. Tweede is, je stem laten horen van alstublieft gezalfde des heren, dat is de president, van hey, checkatori. Want zo kunnen we echt niet verder. De kleine man wordt kleiner, de grote man wordt groter en dat kan niet. Het burgercollectief heeft een vergunning van de overheid gekregen om haar activiteiten te ontplooien en gaat proberen alle districten aan te doen. Onze nieuwsdienst is ook getogen naar het kabinet van de president voor een reactie op de manifestatie. Perschef Clifton Limburg zegt dat de president gezegd heeft dat de mensen gebruik mogen maken van hun democratisch recht om te protesteren.